Jullie zien het al op het scherm, we gaan aan de slag met een nieuwe race game. Het is WRC 3, oftewel FIA World Rally Championship 3. Ja! Yeah. Hoppa, lachen, lachen, ja. Lachen, 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 brullen, gieren, van eindelijk alles. Zit ik hier weer een keer met jou erop, dat wij ook risken kunnen spelen. En ik heb zelfs de controle in handen gekregen. Yo, dat zie je niet vaak. Nee, dat zie je niet vaak. Dus dan, we hebben deze game al een keer gespeeld. Toen waren we erg onder de indruk. Nou ja, erg onder de indruk. We vonden het wel cool. Ik vond het wel grappig, ik heb het even zitten spelen inderdaad. En zullen wij beginnen met de WRC Experience? Yes. Daar kunnen we een soort van multiplayer doen. We moeten even het aantal spelers instellen. Oh ja, right button zie ik staan onderin. Hup. Tot hoever kun je? Tot 4, denk ik, want dat stond op het hoesje. Ja. Dus dit, we zijn met z'n tweeën. Ja, die game die en dan single stage, huppakee. Ja. Okay. Dan kunnen we dus tegen elkaar, of in ieder geval, het is niet tegen elkaar. Het is geen first, het is om de beurt, hè, eigenlijk. Ja, maar wat voor categorieën hebben we allemaal eigenlijk? Ga eens naar rechts. Class 2. Oh, dat wordt veel cooler, hè? Class 2. We hadden nou ook eerder vandaag al even één klein rondje gedaan, om even te kijken wat er allemaal is. WRC, dat is wel de top. Ja, of staat die ertussen of niet? De cars competing in de top level of the sport. Ja, dat lijkt me goed. Huppa. Dat zijn de echte. Echte cars. Oké, dan moeten we hier even een echt heel kut zien die eruit. Ja. Het zijn rallyautootjes, hè. Het gaat niet om hoe het eruit ziet, het gaat om hoe het eruit. Ja, is dit echt top, weet je zeker? Ja, volgens mij wel. Ja, je mag van mij terug in die andere bekijken. Maar, kijk, want ik bedoel, dit zag er cooler uit, deze dingen. Welke? Deze? Of ben ik nou gek? Volgens mij ben jij een beetje gek. Dat vind ik ook niet echt tof uit. Skoda. Nee, man. Oh, nee. Het zien er allemaal niet echt cool. Qua performance. Oké, dan gaan we gewoon huppa naar de WRC, de top level. Dit zijn weer klas 2. Ja, sorry, deze. Hier, huppa. En dan kiezen we even een... dus ik mag eerst kiezen? Ja. Ik neem gewoon huppa die. En dan moet je ook eentje van mij kiezen. Ja, even kijken hoor. Oh, je geeft mij een langzamere. Oh, wil je een ander? Ja, maakt mij niet uit. Wat heb je nog meer? 95 car performance. 95, jij hebt 100. Oh, ik ga de verkeerde kant op dan. 100. Nou, oké. Maar dan is het zo hetzelfde. Oh, hier. Gewoon hier. Eentje naar rechts. Ja, deze. Deze ook 100. Huppa. Oké. Ja, dit of willen we dit? Nou, dit ziet er wel grappig uit. Ziet er allemaal leuk uit. We gaan natuurlijk niet op een circuit, dat is kut. Dat is stom. Dit ziet er leuk uit. Even kijken, wat is niet te lang. We moeten even kijken, 3500, 3600. Deze vrij lang. Dit ziet er goed uit. Dus de game die ligt deze week in de... Oh, keer 4 hebben we dat gedaan? Nee, keer 2 hè. De game die ligt deze week in de winkel. Ja. Of volgende week, of hij is al uit, ik weet hij niet. Hij komt uit, in ieder geval bijna eraan. Het is natuurlijk hartstikke leuk voor rallyfans. Want het gaat echt om de rallysport. Alle licenties zitten er weer in. Dus wat om naar uit te kijken. Of in ieder geval wat om in huis te halen eigenlijk deze maand. Naast al het grote geweld van de shooters en dat soort dingen. Ja, je ziet niet zo heel veel. Nou ja, heel veel race games. Je hebt nu ook Forza en Need for Speed komt eraan, weet je wel. Ja, maar die komen gelukkig nog. Dus dit is het eerste wat dit jaar, in ieder geval de laatste tijd aan race game komt. Ja, klopt. Wel grappig. Dat is wel cool. Hier allemaal tips. En we kunnen beginnen. Start. Huppakee. Ja, eigenlijk moet je natuurlijk bij dit soort games gaat het ook om het aanpassen van je wagen en zo. Dus wij gaan nu in één keer tegenaan knallen. Je kunt alles per track, als een ijzige track is, dan moet je banden iets anders of zo. Ja, je moet ze minder oppompen. Holy shit. Dat was meteen wel je kan hier terugspoelen. Ik ga hem gelijk even gebruiken. Ongelooflijke faalactie. Een hele grote faal is dat van Hugo. Maar ik moet me concentreren, Rob. Dus ga jij maar even vertellen. Ja, nou, in ieder geval wat we hier dus zien is Hugo die aan het falen is. En die even moest terugspoelen. Want je hebt dus in de game even die terugspoelen dingen. Als je op I drukt, kun je dus een stukje terugspoelen. En dat herkennen we ook wel van... eigenlijk alle race games wat hebben het wel. Dirty deed het al, Forza doet het, volgens mij niet voor Speed ook. En op zich is het wel handig in dit soort games, omdat je toch even, als je even niet oplet, dat je toch niet helemaal overnieuw moet doen. Opnieuw moet doen. Ja, het ziet er vrij goed uit trouwens, vind ik. Ja, zelf. Wel leuk. En ik vind het ook wel lekker spelen, alleen het is toch moeilijk? Je bent een beetje slecht. Het is fucking moeilijk dit. Ja. Huppakee. Kun je niet afsnijden gewoon, door meteen in het bergje naar beneden te knallen. Ja, precies, dat zou wel lekker zijn, ja. Volgens mij mag dat niet. Daar zullen vast regels tegen zijn. Oh, wat een faal. Heel erg gefaald, zag je dat? Ja, ik krijg wel flink wat krassen op die auto nu. Waar zit ik? 25ste sta ik nog steeds. 25ste, we zijn nog steeds laatste. Holy shit, dit is moeilijk. Ik sta laatste, ik faal. Nou, daar zijn nieuw binnen natuurlijk een beetje voor. Ja, dit is natuurlijk een beetje ongeveer de eerste keer dat we het oppakken. Dus vergeef het ons als we niet kampioen... Ik vind dat ik best goed ga. Oh ja, ik vond ook dat het best goed gaat dat je dit deed. Maar dat kan aan mij liggen. Huppakee. Hup, en weer opnieuw. Ja, hier. Ja. Start. Start. En die bocht. Huppakee. Ja. Het is wel lekker dat je even terug kan spoelen hoor. Ja. Maar je hebt wel een limiet op de terugspoelen staan. Ja, je hebt 5. Dus dat is wel belangrijk. Dat vind ik ook goed. Dat doet niet af aan de sport dan. Ja, dan is het een beetje nog semi-realistisch. Eerlijk, ja. Precies, ja. Want in het echt, jongens, kun je natuurlijk niet terugspoelen hè. Niet? Hé, ik ben de positie omhoog.
Oh, oh. Ja. 24ste. Oh, joh. 24 ben ik geworden, hè? Je bent goed hierin. Nou, left two. Huppakee. Left two, right five. Dat is een heftige five. En een 180. Oh, die gaat best goed. En nog een 180 rechts. Oei, oei, oei. Doet hij best knap. Doet hij best knap. Huppakee. Even een flauw bochtje en dan een 180 weer. Oeh, die zijn moeilijk, jongen, die 180's. Ja? Die kunnen ineens zo binnenkomen. Hup, 22ste ineens. Oh. Jezus, dit gaat lastig worden voor mij zo meteen. Ik ben ineens goed bezig, hoor. Ja. Met die bocht allemaal hier. Oké, ah, die was iets minder. Ja, oké, okay, maar kan nog. Ja, maar je bent bijna bij de finish. Knallen. Hè? Waar is mijn finish? Waar is de finish? Bij de finish word ik zenuwachtig, hoor. Doe ik. Naar links, naar links, naar links. Ja, hier, finish. Daar is de finish. Daar is de finish. Knal niet in die... Hoppakee. Best goed, 19. Nou, dat is niets verkeerd. Dat is 19e niet is toch best redelijk gedaan. Dat ja. is toch niet... Het is niet het eerste. 10 seconden even... trager dan de nummer 1. Maar neem in de rekening dat ik dit niet gespeeld heb nog. Eén keer. Ja. Dus, nou, dat vind ik toch best aardig. Ik heb niet te veel gefaald. Nee, niet te veel. Een paar keer teruggespoeld. Het speelt, spoelt echt... Het speelt heel lekker terug. Het spoelt lekker terug. Ja. Daar gaat het om. Het speelt ook wel lekker. Ja, oké, dat is goed om te weten. En ik vind het er ook wel leuk uitzien. Maar ik bedoel, ik heb vroeger al wat van die Colin McRae dingen gespeeld. Mm-hmm. Zo. En de laatste, ik weet niet meer welke het precies was. Colin McRae Rally 3 of zo op de Xbox 360. Volgens mij. Colin McRae Rally 5. 4. Je hebt ook Dirt toen daarna gehad. Dirt, maar Dirt was cool. Ja, Dirt was het gewoon, denk ik. Colin McRae Dirt, de eerste. Colin McRae Dirt. En die was echt ook, die voelde een beetje zo eigenlijk. Ja. Om eerlijk te zijn. Dus er is niet zo gek veel veranderd. Maar ja, goed. Daar kom ik. Deze game gaat natuurlijk vooral om de licenties. En ik voelde wel dat mijn banden iets te hard waren, hoor. Ja, dat voelde je? Ja, dat voelde ik wel, ja. Ja, dat is een professionele auto. Kijk, daar gaat iemand. Iemand is al lang al weg, hè? Jezus, dit is... Dit ben ik daarvoor. De ghost. Je loopt mij af te leiden, hè? Holy crap, ik ben al weg. Ik ben alweer 3 keer weg, jongen. Oh, dit gaat helemaal fout nu al. Waarom ben jij zo goed in die dingen? Ik heb geen idee. Ik ga als een speer. Kijk maar. Terwijl jij nu nog het voordeel hebt dat je mij kan zien gaan, hè? Ja, maar is dat een voordeel, hè? Want dan ga ik daar de hele tijd op letten. Ja, dat is waar. Hup, even afsnijden zo. Waar is hij, denk je dan? Ja. Maar hij is al helemaal weg. Hij is al de bocht op. Hij is al weg, man. Oh, dit gaat helemaal fout. Oh. Je kan terugspoelen, hè? Je bent 26, sorry. Ik ben 26, ja. Er waren dus wel meer dan 25 deelnemers. Ja, 26, want ik was die laatste. Ja. Ja, maar die zag je nog niet, want ik had nog niet gereisd. Nee. Even kijken. Oh, 180, 180. Je kan terugspoelen, hè? Nou, dat is niet nodig. Je hebt 5 keer nog om terug te spoelen namelijk. Ja. Maar ik heb ze nog niet nodig. Kijk, ik vlieg als een gek. De bochten door daarvoor. Ik moet harder gaan. Je zit wel dichtbij. Ik ben bang om hard te gaan zo. Dat was een mooie bocht. Redelijk, ja, die was vrij goed. Dat was een goeie. Nog even eentje, ja. Ik weet niet of ik dit ga winnen, hoor. Ik hoop het toch niet, zeg. Ik hoop het toch niet, zeg. Ik was 19 en dat haal je nooit. Je bent nog steeds 26e, volgens mij. Hoppakee. Oh, dat was goed. Oh, die was lekker, hoor. Oh, die had je terug moeten spoelen. Nee, dat was een goeie. Dat is een goeie. Hoppakee. Oh, die was lekker, hoor. Ik kon zien dat daar even tijd gewonnen werd. Nou, werd even tijd gewonnen, inderdaad. Maar niet zo heel veel. Dat is een beetje het probleem. Nou, je hebt me bijna ingehaald. Maar op een gegeven moment ging ik ook eens een speer, hè? Ah, die ga even terugspoelen. Ja, dat was een falen. Die gaat eventjes... Verder. Ja, hier. Hier kun je hem... Ja. Zo, over dat sprongetje, hè? Hoppakee, hier. Nu kun je tijd pakken, hè? Nu kun je tijd pakken, ja. Oh, ja, je haalt er bijna in. Je haalt me bijna in. Oh, dit gaat spannend worden. Kom op dan. Je ging ineens als een speer door die bocht. Je bent weg ineens. Je bent weg. Oh nee, hier wordt je weer bijgepakt. Oh nee, daar gaat hij weer. Holy crap. Je bent wel op plaats omhoog inmiddels. Ah, ik ben geen 26e meer. Ik ben 25. Ik denk dat jij ofwel 18e ofwel 19e gaat worden. Terug. Jij ook terug, hè? Hoppakee. Hoppakee. Ja, gaat toch goed. Gaat goed. Je gaat hem inhalen. Nou. Dit wordt... Nee. Ai. Ah, dus toch, je ziet er zo voor je uitgaan en dan denk je, ik heb hem. Terug. Dit is bijna het einde, of niet? Ja, ik ga helemaal terug. Hier ging ik ineens plaats omhoog, dus jij moet nu ook wel ergens 20ste staan of zo al. Ja, ik weet het niet. Oh. Ja, of het scheelde zo weinig. Oh, ja. Nee, ik red hem niet. Ik was al binnen, hoor, toen. Je bent wel 20ste, denk ik, hoor. Hoppakee. 24ste. Oh, er staat veel te weinig tussen die laatste plaatsen dan. Ja, inderdaad. Ik heb het nog gered. Het gaat om luttele secondes. Ja, het gaat om heel weinig. Want jij was 19e. Ik was 19. Ja, Sebastian Loeb. Ja,
Ja. Ik was een secondetje trager. Nou, dat is best leuk, ja. Hè? Best leuk spel. Ik vind het wel grappig, inderdaad. Hij ligt WRC 3 of via World Rally Championship 3. Hij ligt van nu in de winkels. Yes. En de recensie is er als goed is ook van Sebastiaan. Dus neem die nog eventjes door. En hopelijk hebben jullie weer genoten van deze nieuw binnen. En yes. Dan ga ik nog even wraak nemen. Ja. Tot de volgende keer. Gaan we nog even knallen. Hoppa.